Zoals je ziet ben ik weer onderweg aan het rijden. Ik ben richting Amsterdam aan het rijden, Amsterdam Noord. Want vandaag is het Vintage Beurs. Dat is vandaag in Amsterdam van 10 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. Het is nu 4:15. Nee, 4:45, sorry. Is dat 4:45? Oh. Nou ja, goed, in ieder geval, ik ben er zo. Wat ik wilde zeggen, is dat ik iets later ga, omdat ik uit mijn nachtdienst kom, zoals gewoonlijk. ik heb heel erg veel zin in. Het is een hele leuke event wat ze doen, want ze rekenen het af per kilo wat je neemt. Ze verkopen echt van alles, van jassen tot schoenen, tassen, kleding, hoedjes, handschoenen. Nou, alles wat met vintage te maken heeft, accessoires, dat soort dingen. Ik weet niet of ze make-up hebben, misschien wel, misschien niet. Dat heb ik er niet tussen gezien, maar we zullen het dadelijk zien. Ik ga het zo meteen gewoon weer lekker voor jullie opnemen, als dat mag. Vast wel, want ik heb ze al wel gesproken. Ik heb een beetje kriebel in mijn neus. Ik heb last van mijn allergie. Ik ben vergeten mijn allergiepilletje in te nemen. Maar maakt niet uit. Ik ben niet verkouden of zo, maar dat klinkt dan wel zo. Zoals jullie zien heb ik een nieuwe haarstijl. Binnenkort een artikel hierover. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Ik ben helemaal in de vintage mood, want we zijn in de vintage beurs. Hi, ik ben Ruby en samen met Serge, mijn vriend, zijn we ROF Wholesale. En we zijn een vintage groothandel die naast de groothandel ook vintage per kilo evenementen geeft. Dat is altijd op een buitenlocatie. We hebben alle stijlen vintage van 1940 tot 1980 voor man en vrouw en schoenen en tassen. En dat hangen we dan allemaal uit op categorie. En ja, dan kan je losgaan met je blauwe shopzak. Hier hebben we altijd de weegschaal staan. Dat je dus in je budget blijft om even een tussenstandje te doen. Oh, wat handig inderdaad. Want ik denk, hoe weet je nou of je nou een kilo hebt? Ja, nee, dat kan je dus steeds nawegen. Oh, wat handig. En deze editie is de sale editie. Omdat we natuurlijk ruimte moeten maken voor de nieuwe zomerhandel die snel binnen gaat komen. Hebben we deze keer alles voor 18 en 12 euro per kilo. Ja. En ja, was weer top. Leuk, ja, leuk. En hoe lang bestaan jullie al en hoe zijn jullie op deze idee gekomen? Wij zijn een jaar bezig en we zijn geïntroduceerd in december. Mm-hmm. Met de groothandel zijn we 2 jaar bezig. Mm-hmm. En het is een heel oud concept. Je had vroeger al kilowinkels in Amsterdam. Leger des Heils verkocht altijd per kilo. Oh, ja. Ja. En, dus het is gewoon een oud concept in een wat weer een nieuw leven in is geblazen. Oké, okay, ja. En hoe komen jullie aan de kleding? Omdat we dus een groothandel zijn, gaan we gewoon heel Europa door. We kopen niet in Nederland of Amerika. We reizen gewoon echt zeg maar een week of 2 weken door Europa. En dan gaan we echt van Scandinavië tot Italië en alles wat daartussen zit. En als we genoeg voorraad hebben gevonden, dan gaan we terugnemen en maken we weer een evenement. Dus is het dan zeg maar dat mensen hun kleren wat ze niet meer gebruiken in een container gooien, net zoals hoe we hier in Nederland dat doen? Wij kiezen ervoor om onze eigen adressen te vinden. En dat zijn juist adressen die nog niet zo groot zijn. En wij handpikken alles zelf, zoals jij dat nu zeg maar ook doet op het evenement. Ja, ja, ja. Oké, interessant. Want dat vind ik zelf ook het leukst om op die manier aan kleding te komen. Ja. Leuk, ja. Heel leuk. En het is een succes, want jullie gaan door heel Nederland heen. Ja, we gaan heel Nederland door en België. Oh, België. En, ja, een soort reizend circus zijn we geworden. En aan een vaste locatie steeds in België? Want... Nee, altijd wisselend. Ook altijd wisselend. Alles is altijd wisselend. Ja, okay. Ja. Nou, interessant joh. Ik vind het wel echt heel leuk dit. En jullie runnen met z'n tweeën, hè? Jij en Serge. Ja. Die staan daar even inzoomen met zijn mutsje. Die is even heel druk bezig. Ik ga hem zo meteen ook even interviewen. Wat is hem? Maar wat leuk. Oké, okay, nou ik ga even kijken wat ik ook leuk vind. Ja, dan ga lekker in gang. Je hebt nu alle ruimte. Dus, nou, hartstikke bedankt voor helemaal je interview. Goed. Dankjewel. Nou, ik ben er al. Het is een beetje donker hier. Het is nogal leeg best wel, vind ik. Maar
Maar het komt misschien dat ik last minute binnen kom zitten. Maar er zijn nog wel wat mensen hoor. Maar ik laat jullie even zien hoe het er nu uitziet. Er zijn allemaal rekken vol met kleren, jassen, leren jassen. Echt leer zo te voelen. Het is heel donker. Maar super mooi. Ze verkopen jassen, truien. Ik zie geen make-up nog. Schoenen zag ik wel. Tassen. Hi iedereen. Nou, hier zit ik dus nu in een schoenenlocatie, zie ik. Alleen maar tassen en schoenen hier. Het is een beetje donker, maar ik kan het nog wel opnemen. Kijk hoeveel schoenen er allemaal zijn. En het gaat maar door. En er staat hier dat het maar 8 euro is per kilo dat je neemt. En dat kan je gewoon afwegen op een hele grote schaal. En je hebt ook allemaal tassen. Hoedjes. Even zo, kijk, zie je, het loopt echt gewoon helemaal door. Hoedjes hier. Nou, tassen. Ik zie allemaal leuke tassen. En je hebt echt alle soorten maten hoor. Dus echt voor kleine voetjes, grote voetjes. Het zijn geen kindermaten, dat niet. Maar gewoon volwassenen maat van alles. Als je maat 36 hebt, kom je hier goed uit. Als je maat 38 hebt, 40, 41. Nou ja, maakt niet uit. Het past wel allemaal hoor. Kijk hoe schattig deze tasje. Oh, ik heb een tassenfetish. Geweldig deze. Maar je komt hier echt uit. Mocht je de kleren anders niet passen. Het is een beetje in het donker. Maar mocht je de kleren niet passen. Dan kan je altijd een schoen nemen. Of een tas. En dan ben je toch nog tevreden. Jongens, voor degenen die er niet zijn. Jullie hebben enorm gemist. Kijk al die leuke hoedjes. Kijk, echt oldschool hoedjes. Voor mannen is het ook ideaal. Ook mannen zijn hier gewoon welkom hoor. Waren hier ook gewoon mannen. Ik begreep dat op een zondag is het wat rustiger. En op een zaterdag is het wat drukker. Ik ben er nu op een zondag. Dus ik ben blij dat het wat rustiger is. Hey beauties. Ben ik weer. Ik ben nu eindelijk thuis. Het was echt regenachtig buiten. Het stormde gewoon net. Maar goed, in ieder geval, ik ben blij dat ik alsnog ben gegaan. Ondanks dat ik uit mijn nachtdienst ben gekomen en zo meteen er weer in ga, heb ik bij de Vintage Beurs zoveel gehaald. Hij is echt heel groot. Kijk hoe groot het was. Tadaa! Dit is wat ik allemaal heb gehaald. Dit was trouwens nog mijn outfit, want ik zou mijn outfit nog laten zien. Ik heb mijn haar getakt en rond, maar ik ga daar nog even een vlog over maken, een aparte vlog. En even kijken. Ik heb zo'n uilenjurkje aan en ik ga even op mijn krukje staan. En een oranje broek. Ik had net ook bruine schoenen aan, maar zoals je weet dragen we hier geen schoenen in het huis. Dus ik kan nu mijn schoenen laten zien. Deze oorbellen, laat ik even inzoomen, heb ik van Tenerife. Van op een eilandje heb ik deze. Tadaa. Leuk hè? Het is met handgemaakt. Oké, nou. Prima, let's start. Wat heb ik gehaald? Ik maak gelijk een haul vlog. Ik heb deze sjaaltje gehaald. Echt, je bent echt niks kwijt. Je zag echt dames met grote tassen. Dat was niet normaal. Kijk, het is een beetje grijs met blauw, zoals je ziet. Maar dan zou ik, je kan het gebruiken als een sjaaltje om je nek. Of dat ik gewoon die dingetjes eraf haal. En dat ik het als een hoofddoek gebruik. Want dat was eigenlijk de bedoeling, dat ik het gewoon als een hoofddoek gebruik. Ik heb echt van alles gehaald. Ik heb ook tasjes gehaald. Kijk hoe schattig. Is deze niet leuk? En ik had een zwarte tas nodig, dus dat komt goed uit. Vrouwen hebben altijd
tassen en spullen nodig. Dus de binnenkant. Ik vermoed dat het echt leer is, want ze is wel stevig, voel ik wel. En ik kreeg elke keer het gevoel toen ik daar binnen was van... hier zijn hele oude dingen en volgens mij kan het een van deze dagen heel erg veel waard zijn. Ik had echt zo'n gevoel van, dit is zo old school. Volgens mij is de meerwaarde ervan nu echt huge. Weer een sjaaltje. Kan ik ook om mijn nek doen of om mijn hoofd. Waarschijnlijk wordt het op mijn hoofd natuurlijk. Zometeen gaat echt alles de was in trouwens. Want mijn vriend die zei al, zet alles in de wasmachine. Nou, het ruikt wel gewoon schoner, maar het gaat alsnog in de wasmachine. Kijk hoe leuk vestje. Kijk, dat is er zo uit. Ik zal het even voor de grap even aandoen, want dan snap je het idee ervan. Want anders begrijp je hem niet zo. Kijk, je doet hem zeg maar zo vastmaken. En dan... zit hij zeg maar zo. En ik vond deze echt zo apart en schattig. Want hoe vaak zie je dit nou? Is toch leuk? Ja. En er zit een beetje wijd. Mag ook wel. Ik word wat ouder. En dan op een gegeven moment moet je gewoon dingen gewoon coveren. Weet je? Dat kan niet meer. 25 plus. Tenminste voor mij. Oké, laat me voor mezelf spreken. Misschien andere mensen niet. Maar voor mij. Ik heb zoiets van. Ik heb nou een leeftijd bereikt dat het wel allemaal een beetje bedekter mag worden. Ik ben geen maatje 34 meer. Ook een sjaaltje. Dus, een smallere sjaaltje. Het voelt een beetje als satijnachtig aan. Ook dit gaat natuurlijk voor op mijn hoofd. Ik vind het echt super mooi. Kijk hoe mooi die zijn. Het is groen. Ik vind de kleur groen heel erg mooi. Ik heb ook schoentjes gehaald. Ik kan wel zien dat het natuurlijk gebruikt is aan de onderkant. Maar zoals die vrouw zei, het komt gewoon vanuit het buitenland. Van deze zo schattig. Kijk nou. Hij is volgens mij net maat 35,5 of zo. Staat er niet op. Oh, het staat 2,5 op, sorry. Maar ja, jullie weten vast wel wat voor maat het is. Amerikaanse maat. 2 was volgens mij 36. 2,5 zou dan 36,5 moeten zijn. Nou, het voelt echt aan als 35. De maat. Dus hij zit wel heel strak. Maar ik heb zoiets van ja. Weet je, als je ergens gewoon lang gaat zitten bij een restaurant of zo. Dan is er nog wat te doen. Dan kan je ondertussen 4 voet uit je schoen halen. En dan heb ik deze rode laarsjes gehaald. Ik had rode schoentjes nodig voor mijn rode tasje. Dus die ik heb. En mijn rode sieraden. Dus dan vond ik wel leuk een rode laars erbij. Kijk, en dan heb je van die veters. En dat zet je natuurlijk wel goed in de gaatjes allemaal. Maar deze zitten wel lekker, moet ik zeggen. Ik vond het wel apart. Even wat anders dan anders. Ik heb een gele trui gehaald. Ik ga er even snel doorheen. Want anders gaat het heel lang duren. Deze gele trui, lekker wijd. Doet me denken een beetje aan een tennistrui. Het ziet er heel groot uit, maar het valt echt mee. Ik heb het aangehad. Onder zit die elastiek wat strakker, dus dan kan je het een beetje mooi aansluiten aan je lichaam. En dan voor de rest zit hij een beetje baggy. Hij ziet echt heel groot uit, maar het valt echt reuze mee. Ja, het hangt een beetje, weet je. En dat vind ik wel leuk. Een soort van roze truitje heb ik hier. Met korte mouwtjes. Deze vind ik ook zo schattig. Tada. Kijken. Dit is het stof. Het is doorschijnend roze. Nou, niet helemaal doorschijnend, maar... Dat is ook hartstikke leuk. Ze hebben allemaal verschillende maten hoor, maat 36, 38 weet ik voor allemaal. Ik heb volgens mij net verteld dat er geen kinderkleding zijn, maar toen was ik aan het afrekenen. Of tenminste, ik was niet aan het afrekenen. Ik stond bij de kassa en ze hebben me gematst met mijn dingen. Dat zijn de voordelen van een beautyblogger zijn. Maar ik stond dus bij de kassa en toen zag ik dus gewoon kinderkleding. Dus ook vrouwen met kinderen, mannen met kinderen, je kan gewoon ook daar gaan voor je kinderen. Het is niet zo... Grote aanbod voor kinderen, maar ze hebben wel wat. Dus deze trui heb ik gehaald. Ik zal deze eventjes moeten aandoen om te begrijpen van
hoe die in elkaar zit. Zo'n vestje is het. Dat is het juiste woord. Een vest. Ik had echt even truien nodig, want ik vind in winkels truien gewoon belachelijk duur. En het was makkelijk 50, 60 euro kwijt voor een trui. En als het uit te kopen is, is het nog 30 euro. En dat vind ik allemaal maar een beetje... Ik doe het even zo, want ik ben heel erg moeilijk aan het doen. Dat vind ik allemaal nog een beetje duur. En kijk, voor die grote zak wat ik heb gehad... Dat, en dan hebben ze me gematst, hè. Dan ben ik 20 euro. Dan zou je gewoon 20 euro kwijt zijn. Mensen, 20 euro. Tussen de 20 à 30 euro voor zo'n grote zak. Maar hij matst iedereen hoor. Niet alleen een beautyblogger, maar hij matst gewoon heel veel mensen. Vrouwen, voornamelijk. Deze trui. Ook lekker groen. Ik vind het mooi, vind ik echt de herfst. Herfst-winterkleuren. In eerste instantie vond ik dit een beetje te kinderachtig. Maar toen ik het aan had, dacht ik van, oh, zo slecht is het nog niet eens. Valt wel mee. Lekker warm. Ja, omdat ik dus veel groen heb gehaald, vond ik deze hoedje er ook wel bij passen. Ik hoop dat jullie de kleur ervan goed zien. Het is dezelfde soort groenachtig. Even zo. Kijken of jullie het beter kunnen zien. Mooie stof heeft het. Ik had zoiets van, nou ja. ik had zoiets van, nou. Ik ben niet echt een hoedjesdrager. Ik ben meer van de sjaaltjes en haaraccessoires. Maar ik weet niet. Toen ik het op had, dacht ik van, waarom ook niet? Ik zou er nooit echt zelf geld voor leggen, zou ik zeggen. Ik zou er nooit zelf echt geld voor leggen. Maar ja, ik denk, als je het gewoon gratis kan krijgen. Waarom niet? Toch? Nou, daar is het even niet goed, want mijn haar zit nou niet echt ideaal. Maar als ik gewoon kort haar heb of mijn haar gewoon los heb, dit haar los heb, dan kan het makkelijk. En deze jurkje. Ik vond deze zo apart. Ik vond die kleur heel mooi. Je kan het op twee manieren bekijken. Je kan het zien als van, jemig, wat een oma jurkje. Want hij is nog best wel lang. Hij valt tot bij mijn enkels. Ik ben nogal klein. Of je kan hem zeg maar een beetje hoog doen. Zeg maar hier bij, hoog bij je taille. En dan doe je zo lekker zo'n witte blouse aan. En dan kan het echt best wel leuk zijn. Het kan echt heel leuk combineren deze. Kijk hoe mooie kleur. Dit is de stof. Dus hij is niet echt heel erg getailleerd ofzo. Dus, maar ik heb ook geen heupen. Dus ik hoef niks te accentueren. Het loopt gewoon recht. Maar ja, goed. In ieder geval, dat is hetgene wat ik heb gehaald. Het gaat allemaal de wasmachine in natuurlijk. Ze hadden geen make-up. Ik dacht dat ze make-up hadden, maar nee, dat hadden ze niet. En ik ben heel erg blij met de spullen die ik heb gehaald. Ze houden me op de hoogte waar ze binnenkort allemaal gaan toeren. Ik hoorde iets in de wandelgangen over Eindhoven. Utrecht, Rotterdam. Nou ja, goed. In ieder geval, ik hou jullie wel op de hoogte. Als jullie willen dat ik jullie op de hoogte hou, laat me weten. Want dan blijf ik het gewoon posten op mijn kanaal, op mijn YouTube, Twitter, mijn blog op internet, beautykings.nl. Laat ik het allemaal weten. Maar ik moet wel van jullie weten of jullie het willen weten. Want anders blijf ik iets posten wat jullie misschien helemaal niet willen weten. Ja, dus... Ik ben zo blij met al die inkopen. Voortaan ga ik gewoon nooit meer de stad in om bij winkels kleren te kopen. Want voor een trui nogmaals ben je al snel tussen de 40 en 60 euro kwijt. En als het in uitverkoop is ben je misschien 30 euro kwijt tussen 20 en 30. En voor die 20 à 30 euro wat je daar kwijtraakt, heb je hier gewoon een hele zak vol van. Ik heb alles erin voor je. Dan heb je gewoon een hele zak vol. Tadaa. Voor die prijs wat jij in een winkel voor één trui uitgeeft. Kan je dat voorstellen? Bedrieger. Nou oké, ik overdrijf. Geen bedriegers, ze moeten ook natuurlijk aan hun geld komen. Maar kom op, kan je desnoods nog naar een beurs gaan? Ik ben blij. Ik heb geshopt voor heel het jaar. Voor de winter, herfst, nog een keer winter, want... Nederland kent meer winter en herfst dan dat het zomer kent. Dus
Maar ja, ik had gewoon even kleding nodig en ik ben blij met dit. En ik blijf zeggen tegen de organisatoren van de event, blijf alsjeblieft zo doorgaan. Ik ben zo blij dat ik dit heb ontdekt. Als beautyblogger kom ik achter zoveel nieuwe dingen. En het blijft me gewoon verbazen dat ik dat mijn wereld, mijn visie gewoon zo klein was. En door mijn blog wordt het gewoon steeds breder. En dan ontdek ik steeds meer ondernemers die gewoon fantastische aanbod hebben voor zo weinig geld, weet je wel. En uniekere spullen hebben. Gewoon echt prachtige, goede, unieke spullen. En steun deze mensen. Ga naar www.vintageperkilo.nl. Ze hebben een website. Daarop wordt altijd opgezet van waar ze te vinden zijn en wanneer. En je kan ook vragen, je kan ook je e-mailadres naar ze opsturen, zodat je gewoon automatisch in jouw e-mailbox op de hoogte wordt gehouden over waar en wanneer ze zijn. Zodat je het zelf niet vergeet om de website steeds te bezoeken. Ja, dus ik zou zeggen, spaar je geld voor de winkels. Doe dat niet en ga gewoon de beurs af. Nogmaals bedankt, Vintage per Kilo. Jullie hebben me heel erg hiermee blij meegemaakt. Ik ga deze nieuwe outfits rocken en ik ga daar zeker foto's van maken en dat jullie laten zien. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Laat weten welke je het mooist vindt en welke je ook wilt hebben. Of welke je helemaal niet mooi vindt van de girl, wat heb jij gehaald? Laat het me maar gewoon weten. Oké, doei!